Het Ivoor in Boksel is meer dan alleen een biljartvereniging. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Tijd voor krijt. Dat is een project, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. En dat project heeft ten doel om mensen die niet zo gemakkelijk achter hun voordeur vandaan komen, meest ouderen, op een laagdrempelige manier te verleiden om samen met anderen één keer in de week hier bij ons, bij het Ivoor in Boksel, gezellig bezig te zijn. Het is een landelijk initiatief, toch? Ja, het is een landelijk initiatief wat al op een aantal locaties begonnen is, gestart is. En hier beginnen we er nu ook aan. En dit is eigenlijk de eerste echte biljartlocatie waarop dat gebeurt. Want het is wel eens in een buurthuis gedaan en in een wijkgebouw. Maar daar moet men dan een biljartje neerzetten om wat bezig te kunnen zijn. Maar hier staan natuurlijk, zoals u ziet, meer dan voldoende tafels. Jullie zijn pas een week bezig, maar ik zie best wel, het is best wel druk. Ja, vorige week woensdag zijn we begonnen. En toen waren er 11 mensen op afgekomen. En de meerderheid daarvan zie ik vandaag weer terug. En ik zie ook nog weer een aantal nieuwe gezichten. Dus dat is positief. Heel tevreden over wat het tot nu toe teweeg heeft gebracht. En het duurt hoe lang? Het duurt in principe 10 weken. En na die 10 weken, als het bevalt en de mensen nog steeds behoefte daaraan blijken te hebben, dan is het in ieder geval de bedoeling van het Ivoor om daarmee door te gaan. Oké, en als mensen zich aanmelden, ze zitten thuis, ze lezen iets, hoe moeten ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden bij mij, telefonisch. Zijn er kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. En men krijgt hier ten laste van de clubkas een kopje koffie of iets anders als men dat wil. Dus we maken er gewoon met z'n allen iets heel gezelligs van. U bent van de KNBB, de Nederlandse Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Klopt, Koninklijke Nederlandse Biljartbond, ja. En speciaal voor deze gelegenheid? Ja, we hebben een opleiding gehad om ervoor te zorgen dat mensen in de periode van de corona, die thuis eenzaam waren, toch contact konden krijgen met andere mensen. Vandaar ook de naam Tijd voor Krijt. Bijna goed. Waar was het niet goed? Nee, de bal was mis. Ja? Maar die had hem wel mooi gespeeld. Ja, vond ik ook. Ja. U bent een ervaren biljarter. Nou, een klein beetje. Klein beetje. Nou, ik heb net zitten kijken. Hoeveel punten bent u nu? 109. Nou, maar is deze serie? 38. 38? Staat op bord dus. Zo. Wat is uw hoogste serie ooit? Nou, kijk. Thuis kunnen eigenlijk niet vergelijken met een partij. Maar ik dacht, de hoogste serie is van 101 en thuis 293. Zo. Maar dat is niet te vergelijken. U heeft ook een beetje last van uw hand, zie ik. Hoe bedoelt u? Is daar geen verband? Nee, dat is een handschoen. Oh. Dat hij dus makkelijker glijdt. Als je dus, nou heb ik eigenlijk niet zo'n last van klamme handen. Maar zo glijd je, kun je beter door je vinger. Dus dan stropt het niet op. En vooral met klein spel. Als het dan iets wat stropt, dan gaat het niet goed. Oké. Okay. Dus daarom is dat eigenlijk. Dan kunnen we niet langer storen. Ja, nou ben ik op naar de 50. Nou ben ik eruit natuurlijk. Ja, nee hoor. Maar we gaan het proberen. Ik ben geen publieksbiljarter, nee. Nou wel. Ik tel wel. 39. 40. Ja, nou zijn we een beetje kwijt. Is dat mijn schuld? Nee. Dat is gewoon onkunde van mij eigenlijk. Oké. Okay. Nou is hem af. Nou is het gebeurd. Ik denk dat we hier snel weg moeten, Piet. Want ja, hij hoort er wel mooi bij. Ja, hij komt er heel mooi bij. Ja. Echt super. Het is mooi raak, maar gaan we zitten. Ja. Dat was het. Ik voel me eigenlijk toch een beetje schuldig. Eerlijk? Ja. Ik ga gauw verder. Ik vind het prima zo. Tijd voor een cool uit. Zo is het. Nou zit ik hier rond te kijken en het ziet er hartstikke leuk uit. Hartstikke veel bejaard. Maar weet u wat ik mis? Wat mist u? Een vrouw? Vrouwen die voelen zich over het algemeen niet zo aangesproken door de biljarterij. En dat vinden we wel heel erg jammer. En we hebben als club ook regelmatig wel wat activiteiten ontplooit om daar verandering in te brengen. Maar dat is niet zo eenvoudig, mag ik u zeggen. Nee, maar bij deze misschien een oproepje doen in de camera?
Ja, nou, het zou mogen. Pak de camera. Als er vrouwen zijn die belangstelling hebben voor biljarten, altijd van harte welkom. Bel mij gewoon op en dan maken wij een afspraak. Kun je biljarten? Ik kan wel een beetje biljarten. Oké, dan zullen we dadelijk wel eens kijken of dat zo is. Is hij goed zo denken? Hij is goed zo denken? Ja. Heel mooi. Ja, heel mooi. Die had ik zo niet bedoeld, maar ik vond hem mooi. Ja, ik had hem nog wel bedoeld. Ja, tuurlijk. Ja, ja.